De meest eerlijke feedback die ik ooit gehad heb, is dat ik ontzettend direct ben en soms een beetje hard kan overkomen. En wat heb je daar nog mee gedaan? Nee. Nee. Dit is mijn eerste baan. Ik ben bij Coolblue begonnen omdat ik heel graag bij een e-commerce bedrijf wilde werken. Ik wilde heel graag in een vakgebied werken waar dingen erg veranderlijk zijn. En dat is in e-commerce zeker waar. En toen dacht ik, nou, ik ga het eens proberen bij Coolblue. Nou ja, het mooie bij Coolblue is als je daar begint, is dat je gewoon begint bij het gaafste bedrijf van Nederland. Je krijgt zoveel kansen, je krijgt zoveel vrijheid. En daarvoor leer je gewoon echt rete veel bij Coolblue. Het was heel fijn om als starter bij Coolblue te beginnen. Ik had geen idee wat ik wilde doen. Ik wist dat ik in de e-commerce wilde werken, maar ik wist niet heel erg goed welke functie daarin. Doordat ik kon beginnen bij Coolblue, kon ik heel veel zien van collega's. Je werkt in een team waar veel verschillende disciplines zitten. Ja, zo kwam ik eigenlijk heel snel achter wat ik wel leuk vond. Je ziet best wel snel, doordat het heel erg snel groeit, dat er gewoon nieuwe functies ontstaan. Dus wordt heel erg praktisch, wordt er nagedacht van, ah ja, hier ontstaat de behoefte. We hebben hier gewoon iemand nodig die ervoor verantwoordelijk is bijvoorbeeld. En daar ontstaat dan een nieuwe functie. Als je iets anders zoekt of getriggerd wordt of geïnspireerd door een andere functie, dan zijn er genoeg mensen binnen dit bedrijf om je te helpen met, oké, hoe gaan we dat vormgeven? Doorgroeien bij Coolblue denk je waarschijnlijk aan, ik moet omhoog. Maar je kan ook, als je ergens denkt, ik ben hier echt heel goed in, dan kan je daar ook verder in groeien. Het is maar net hoe je eigen pad creëert. Ik denk dat Coolblue echt de beste plek is om e-commerce te leren, omdat we weten heel erg goed data te interpreteren. Maar daarnaast weten we ook die data te vertalen in concrete verbeteringen voor de klant. Dus discussies op basis van gevoelens, ja, die zijn er bijna niet. Dus je hebt van hele fijne discussies, je maakt heel snel beslissingen, waardoor je ook hele goede beslissingen maakt. Ik had nooit gedacht dat ik met development zou werken. Dat ik dat zo leuk zou vinden om dingen te bouwen met een groep met mensen, om problemen te vinden van de klanten en daar een oplossing voor te bouwen. Dus ja, ga er gewoon voor, solliciteer, druk op die knop en je krijgt vanzelf 10 miljoen kansen om jezelf te ontwikkelen.